Vanuit de ruimte bekeken is Nederland één grote rivierdelta. Je kan niet om het water heen. Ook ligt een groot deel van ons land onder de zeespiegel. Stijging van de zeespiegel, grote droogte en overstromingen. Door klimaatverandering krijgen we er steeds vaker mee te maken. Bijvoorbeeld in 2021, toen delen van Zuid-Limburg overstroomden. Binnen enkele uren veranderden rustige beekjes, als de Geul en de Gulp, in kolkende rivieren. De schade voor mens en natuur was enorm. Alles zit onder deze laag smurrie die je hier ziet. Het heeft hier klinkhoogte gestaan. Dit is gewoon drama. Ik ken mensen die hier een zaak hebben, die op vakantie zijn gegaan een paar dagen geleden. Ja, die weten niet wat ze zien als ze terugkomen. Ja, met steeds hogere dijken, met riolen, met kanalen, hielden we lange tijd onze voeten droog. Maar met overstromingen zoals in Zuid-Limburg merken we wel dat dit niet langer genoeg is. En juist natuurlijke oplossingen kunnen ons hier helpen. Zo kan een natuurlijke landschap beter water opvangen en vasthouden. Kronkelende rivieren vertragen de waterstroom, daar waar rechte kanalen het water versnellen. Ook bladeren op de bodem van bossen vertragen het water. En wortels van vaste planten zorgen ervoor dat de bodem weer kan gaan werken als een spons. Dat is belangrijk voor wateropvang in natte tijden en voor het langzaam weer loslaten van water bij droogte. De natuur geeft ons oplossingen die vaak goedkoper en beter zijn dan die wij mensen ooit kunnen bouwen. Maar dan moeten we de natuur wel de ruimte geven. Zo moet regenwater weer in de bodem kunnen zakken. Dat kan bijvoorbeeld door het verwijderen van harde bestrating en het afkoppelen van regenpijpen op het riool. We kunnen niet langer blijven doen wat we altijd deden. We moeten echt nu aan de slag met natuurlijke oplossingen, want de tijd die dringt. Het Wereld Natuurfonds heeft projecten in binnen- en buitenland die laten zien dat natuurlijke oplossingen werken. We werken niet alleen aan deze projecten, maar doen dit samen met onze partners en de bewoners van de gebieden. Met natuurlijke oplossingen maken we Nederland klimaatbestendiger, veiliger en biodiverser. En dat is niet alleen goed voor de natuur, maar ook goed voor ons.